Ik ben hier met Daan. Oh, en sorry, ik ben met iets anders bezig. Daan is iets compleet anders aan het doen, maar dat geeft helemaal niks. Ik sta een beetje ongemakkelijk, maar de coronaregels zijn weer aangescherpt. Dus we moeten echt 1,5 meter afstand houden. Dat deden we normaal gesproken ook wel zoveel mogelijk. Maar we proberen het nu weer wat beter op te pakken. Daan die heeft het proefje van Tess gezien en die gaat ze nu even met het juryrapport bespreken. Ik ga uit beeld, want aan mij heb je niet zoveel en Daan gaat het uitleggen. We gaan kijken naar proef nummer 3 van Tessa en Blondie. Ik heb de video erbij, dus ik kan en nog op de video kijken en wat de jury ervan vond. We gaan binnenkomen in de draf, een mooie rechte lijn naar de C. Bij de C gaan we rechtsaf, dus de rechterhand. Nou, het mooie is dat Rebecca precies bij de A heeft gefilmd, dus dat wij ook mooi kunnen zien dat ze een perfecte rechte lijn rijdt naar de C. Ze krijgt hier ook een 7 voor, daarna een gebroken lijn van 5 meter. Goed zo, daar krijgt ze ook een hele mooie 7 voor. Ik als instructrice zou misschien willen dat ze in de gebroken lijn ietsje mooier het figuur afmaakt. Maar de pony is mooi ontspannen, dus ze krijgt een hartstikke mooi cijfer voor. Van hand veranderen en de draf verruimen. Daar zijn we heel goed voor aan het oefenen. Dat als we naar voren rijden, dat we dezelfde ontspanning nog kunnen behouden. Weer een gebroken lijn van 5 meter. Mooi ingestuurd bij de letter. Goed zo. Stom dat ze voor deze een lager cijfer heeft. Dat is voor de eerste. Aangaloperen. Heel goed. Zou ze nog ietsje meer bij de zadel in de buurt mogen blijven. Grote volte BEB. Voor het aangaloperen krijgt Tessa een 6. Daarna de grote volte staat een 8 met een keurig en een uitroepteken. Dat zien we ook. De pony is hartstikke mooi ontspannen. En de volte is aan allebei de zijden even groot. Overgang naar de draf. Dat zou ietsje vloeiender mogen. Dat zegt de jury ook. Daarbij krijgt het cijfer 6. Dan een korte diagonaal van de E naar de F van hand veranderen. Mooi op de letter gestuurd. Aangaloperen tussen de A en de K. Ja, dan zegt de jury daarbij lengtebuiging. En dat zie ik ook, want eigenlijk op het moment van aangaloperen kijkt Blondie een beetje linksaf. Dus ze hebben dan liever natuurlijk dat je pony in de goede buiging is in de galop waar die naartoe aanspringt. Grote volte. Hartstikke mooi. Zou misschien nog ietsje meer beheersing in het galoptempo mogen hebben. Maar zo kijk ik er tegenaan omdat we daar juist natuurlijk goed voor aan het oefenen zijn. Overgang naar de draf. Mag nog iets vloeiender, maar wel hartstikke goed. Overgang naar de stap. Korte diagonaal van de B naar de K van hand veranderen en de stap verruimen. Blondie daarin aandribbelt. Tessa voelt het heel goed. Blondie moet wat meer lengte nemen en daarbij de passen meer verruimen. Maar omdat Blondie daar de lichaam nog ietsje gespannen houdt, als je dan been geeft, dan dribbelt ze een beetje aan. Dat geeft niet, dat is gewoon een stukje training wat daar nog moet verbeteren. Bijvoorbeeld daarbij de hals laten strekken. De jury zegt wat zuinig. En klopt helemaal. Je ziet dat Blondie hele stukken de hals mooi ontspant. Maar ze willen daarin dat ze de neus nog meer naar voren toe brengt. Dus echt met de neus bijna lager als kniehoogte komt. Teugels op maat maken, goed. CX halve grote volte. Hier ook weer is het belangrijk dat die lengtebuiging blijft. Daarna mooi rechtuit. Goed zo. Dan zie je eigenlijk op het stukje rechtuit dat er een beetje spanning ontstaat. Maar Tessa lost dat hartstikke goed op door gewoon rustig door te rijden. Daar staat dan ook weer op bij het rechtsafgaan lengtebuiging. Dan zie je dat Blondie denkt, gingen we nou een volte maken of gaan we rechtsaf? Afwenden daarna arbeid stap. Hartstikke goed. Keurig mooi recht. Halt houden en goed. Keurig mooi recht. Tessa reed hier een hele mooie proef. Ik was zelf heel erg blij dat ze onderweg heel mooi ontspannen bleef. Er ging niks fout. Het zijn gewoon een klein beetje afstemmingspuntjes waar we nog aan moeten werken. En daar zijn we hard aan het werken. Dat daar nog iets meer ontspanning en de nagevelijkheid onderweg ook behouden kan worden.
We merken heel erg, zeker met Blondie, die is daar heel gevoelig voor. Die gaat in de training dan eigenlijk heel goed. Maar op het moment dat er dan wedstrijd is of een proefje gereden moet worden, komt er toch ietsje spanning bij. Zowel bij Tess als bij Blondie. Helemaal niet gek, heb ik ook last van. En dan ja, rij je eigenlijk toch iets minder vloeiend, ook in je hulp en in je lichaam, als dat je dat door de week doet. Dat is heel normaal, dat zeg ik al, ik heb dat ook. Het enige wat daarbij helpt is onwijs veel oefenen en ook op wedstrijd gaan. Kijk, als het natuurlijk heel slecht gaat, zou ik niet op wedstrijd gaan. Maar als je gewoon een keurige proef zou kunnen rijden, al gaat er een keer iets een beetje mis, maar je zou daarna heel netjes de proef door kunnen rijden, dus je raakt niet totaal de controle kwijt, dan is het eigenlijk wel heel goed om dan te kiezen om, misschien niet elke week, maar wel af en toe op wedstrijd te blijven gaan, dat ook die wedstrijdspanning voor jou normaler wordt. Dat het niet een heel ding is dat je op wedstrijd moet, maar dat het eigenlijk, natuurlijk mag het altijd spannend blijven, hè? Wedstrijdspanning is eigenlijk zelfs wel goed. Want als je die wedstrijdspanning op de goede manier kunt gebruiken, dan word je juist een betere atleet. Maar tot die tijd moet je dus eigenlijk proberen door op wedstrijd te gaan en te lessen en te trainen en zelfs misschien een keer op ander terrein te trainen. Dat je voelt wat doet mijn lichaam en wat doet mijn paard of pony met spanning sowieso op ander terrein. Dat je daarin steeds meer tot elkaar komt en daar de allerbeste combinatie kunt worden. Dan wil je natuurlijk ook nog heel graag weten wat Tessa voor deze proef had gehaald. Ze had 193 punten gehaald, dus dat betekent dat ze 2 puntjes verwijderd zat van 2 winstpunten. Bij 180 punten heb je 1 winstpunt en bij iedere 15 punten die je meer haalt, krijg je een winstpunt erbij. Dus ik vind het een onwijs goed resultaat. Dit was een B-impulsproef, dus dat betekent dat je meedoet buiten de prijzen, dus eigenlijk onofficieel. Even om te kijken hoe zowel Tess als de pony het deed in de wedstrijd. 193 punten vind ik super punten om daar de volgende keer gewoon officieel mee te starten. Nou Daan, super bedankt dat jij deze proef even met ons allemaal wilde bespreken. Top, geen dank. En we gaan binnenkort maar gewoon starten dan. Denk ik ook. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei! Doeg!